Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ESET Digital Security. Progress Protected. Gelukkig heeft niet iedere hacker snode plannen. Ethische hackers kunnen helpen om de online veiligheid van je bedrijf juist te verbeteren. Hoe eenvoudig is het om jouw bedrijf namelijk binnen te komen? Je leert het vandaag in de digitale veiligheid door de ogen van de aanvaller. Welkom bij Cybersessies. In Cybersessies maken we je wegwijs in de wereld van online veiligheid. De komende weken maken we met een team van experts Ondernemend Nederland digitaal veilig. In deze derde aflevering zijn dat Pim Takkenberg van security specialist Northwave. Welkom. Sanne Maasakkers van security specialist bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. En Dave Maasland, een graag geziene gast op televisie, maar ook directeur van ESET Nederland. Welkom. Leuk dat je er wederom bent. En leuk dat jullie er zijn allemaal. Sanne, ik ken jou ook als ethisch hacker. Dat was je in het verleden. Wat doet een ethisch hacker? Dat klopt. Een ethisch hacker zoekt eigenlijk kwetsbaarheden in systemen van organisaties om ze te rapporteren, zodat de organisatie het kan fixen voordat de kwaadaardige binnenkomt. Ja, het NCSC waar je nu werkt, het Nationaal Cybersecurity Centrum, valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wat doe je daar nu? Nou, ik gebruik eigenlijk die kennis die ik heb opgedaan als hacker om aanvalsmethoden van die kwaadaardige hackers snel te kunnen herkennen en vitale organisaties te informeren te adviseren daarover. Pim, je bent van het bedrijf Northwave. Je hebt een ontzettende hoop ethische hackers in dienst. Kan je overal binnenkomen? Ja, helaas is dat wel zo. Aan de andere kant, misschien zegt dat ook wel iets over de 25 specialisten die we hebben. En wij zijn natuurlijk ook in getraind. Dus dan is het ook niet zo heel raar. Maar het is bijna altijd wel raak. Wat kunnen bedrijven doen om jullie wel het moeilijk te maken? Nou, ze moeten gewoon zorgen dat ze op basis van het inschatten van risico's voor hun organisatie die er zijn, de juiste maatregelen nemen. Dat is voor ieder bedrijf verschillend, hè? Dus een ZZP of een klein bedrijf moet veel minder grote maatregelen nemen dan grote bedrijven en grote organisaties. En naarmate je meer maatregelen neemt, ben je beter beschermd om ons buiten de deur te houden. Ja, je hebt ook twee soorten ethische hackers. Dat is misschien goed om eventjes neer te leggen. Je hebt de ethische hackers die je kunt inhuren, ja. En de ethische hackers die proactief naar je toe, ja, komen. Ja, nou, bij ons werken ethische hackers die vooral ingehuurd worden. Dus bedrijven huren ons in en we spreken met elkaar af welk systeem we bijvoorbeeld gaan testen of hoe we gaan testen of ze kwetsbaar zijn voor een realistische hackaanval. Maar je hebt ook ethische hackers die vrijwilligers zijn en bijvoorbeeld bedrijven testen van buitenaf en met bepaalde spelregels dat kunnen melden bij die organisaties. Dus dat is echt een iets ander vertrekpunt. Ja, Dave, de meeste bedrijven willen hackers juist graag buiten de deur houden. Waarom zou je dan toch met ethische hackers in zee gaan? Nou, ik denk dat bedrijven willen zich vandaag de dag wel verdedigen. Misschien weten ze niet altijd waar ze moeten beginnen. Nou, waar je kan beginnen is weten hoe een aanvaller te werk gaat. Dan weet je ook waar je tegen moet verdedigen. Als je weet hoe een inbreker in je huis binnenkomt, specifiek voor jouw situatie, heb je een tuin waar je misschien heel makkelijk over het hekje heen kan. Of, nou ja, als je dat weet, hoe een inbreker te werk gaat, ja, dan kan je daar ook tegen verdedigen. En wat ik nog even wil zeggen, Remy, wat ik heel belangrijk vind, dat ook de Nederlandse overheid dus ook bezig is om mensen van het bedrijfsleven, ik ken ze dan al wat langer, die daar vandaan komt, dat zij dus nu ook dit soort mensen met die kennis in huis hebben om bedrijven die zij weer bedienen, ja, dat perspectief te brengen. Hoe werkt een aanvaller? Nou, dat is denk ik heel belangrijk. Ja, Sanne, heb je wel eens ongevraagd ergens ingebroken als ethisch hacker? Nee, absoluut niet. Nee, ik denk ook dat dat heel slecht is voor je carrière natuurlijk als ethisch hacker. Maar ik denk ook dat ethisch hackers een goed ethisch kompas hebben. Ja, nou, jammer genoeg hebben niet iedere hacker even goede bedoelingen. Russische aanvallers zien het namelijk als lucratief businessmodel. En Kamerlid Queenie Rakowski van de VVD is dat helemaal zat. Russische hackers zijn verantwoordelijk voor grootschalige cyberaanvallen op bedrijven en overheden. En daar verdienen ze miljoenen mee. Dat zijn hackers die dagelijks in Nederlands aanvallen, onze MKB'ers, onze gemeenten, onze universiteiten. Puur om gewoon geld te winnen. Het zijn gewoon ordinaire criminelen, maar dan digitaal. We weten waar ze zitten, dus we moeten ervoor zorgen dat we het leven van die criminelen zo moeilijk mogelijk kunnen maken. Veel moeite om hun rijkdom te verbergen doen de cybercriminelen niet. Ze rijden rond in peperdure auto's. De VVD wil die jonge Russische hackers nu aanpakken. De partij vindt dat de hackers net zo behandeld moeten worden als de superrijke Russische oligarchen. Op het moment dat zij van hun bankrekening gebruik willen maken die in Europa staat, als zij ook maar één wiel met hun dikke Lamborghinis Europa inrijden, dat we hen dan alsnog in hun nekvel grijpen.
ja, allemaal dure Lamborghinis. Sanne, met jouw talent had je echt bakken met geld kunnen verdienen. Heb je dat goede carrièrepad gekozen? Ik denk het wel, denk het wel. Ik zoek gewoon heel veel voldoening in mijn werk. Je hebt ook onderzoek gedaan naar aanvallen vanuit Rusland. Wat kwam daaruit? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar hoe Russen te werk gaan op het gebied van phishing. Dus wat voor aanvalstechnieken gebruiken ze daarbij. En ik vind dat heel erg nuttig. Omdat als jij daar meer van weet, die aanvalstechnieken, dan kun je dus ook organisaties testen of ze weerbaar zijn tegen die technieken. En ja, dan zie je dus wel dat er zo'n enorme verscheidenheid is in het soort aanvallers die ze hebben. De ene denkt van, nou, het interesseert me niet. Ik stuur een phishing naar iedereen en we kijken wel wie er klikt. En ze voeren ransomware uit. En de anderen die gaan zo goed te werk, die echt maanden de tijd nemen om zo'n goede mail op te stellen, dat ze zeker weten dat meestal een persoon dat erg hoog geplaatst is. Wat was de beste mail die je hebt gezien, Sam, waarvan jij echt dacht, wauw? Nou ja, de beste mail, dan zitten ze daar gewoon al langere tijd binnen. En dan kunnen ze ook echt exact de context, het projectnamen en dat soort dingen meenemen in die mail. En dan is ook de malware natuurlijk, dus het virus dat is toegevoegd, is ook zo goed dat het niet gedetecteerd wordt. Dus dat zie je aan de ene kant. Dus je werkt aan die nieuwe reclamecampagne. Hier is het nieuwe draaiboek voor die reclamecampagne. Terwijl je daar ook daadwerkelijk echt mee bezig bent. Exact, exact. Maar aan de andere kant zag ik bijvoorbeeld ook please read attachment punt. En dan zat er een Excel in met... Ja. Nou, de nieuwste variant, die misschien wel leuk is om te vertellen, is dat als ze een keer een mailbox hebben gehackt, dat ze die mailtjes die daarin zitten opnieuw gebruiken, opnieuw versturen met een bijlage erbij. Ja, en dat vertrouw je natuurlijk eigenlijk altijd wel. Ja. Pim, jij onderhandelt ook met hackers op het moment dat ze organisaties hebben platgelegd. Hoe gaan die onderhandelingen? Ja, nou, dat is helaas wel onderdeel van ons werk. Een team wat wij hebben helpt klanten die slachtoffer zijn van grote gijzelsoftwareaanvallen. En dan een onderdeel van het bepalen wat de juiste aanpak is, is wel in gesprek met ze treden. En wat we dan doen is dat we op basis van een linkje wat we krijgen van die aanvallers, die laten altijd een berichtje achter op de systemen van zo'n gehackt bedrijf, gaan we contact met ze opnemen om een aantal vragen te stellen. Bijvoorbeeld, heb je de sleutel? Heb je data gestolen? En wat is de hoogte van het losgeld? Want dat is allemaal belangrijk voor zo'n bedrijf om te kunnen bepalen welke keuze ze nu gaan maken. Wat is het voordeel ervan om dat door zo'n gespecialiseerd bedrijf als jullie te laten doen, in plaats van dat je zelf gaat mailen als ondernemer? Ja. Nou ja, omdat je als ondernemer natuurlijk in een hele stressvolle situatie zit en geen idee hebt met wie je te maken hebt. Dus ik zie heel vaak dat bedrijven en mensen echt in paniek zijn, omdat ze niet zo heel goed weten wat ze nu moeten verwachten. Ze vertrouwen niks meer, dus dan helpt het dat je een specialist hebt. En bovendien, ja, we hebben ook wat meer ervaring met waar het bijvoorbeeld goed kan gaan of niet goed kan gaan. Dus ja, ik ga ervan uit dat het resultaat wel wat beter is als je daar een professional voor inhuurt. Dave, vanuit jouw ervaring, moeten bedrijven betalen in dit soort gevallen? Je kan natuurlijk ook zeggen van ja, we moeten dit soort cyberterreur niet in de hand werken door ze nog rijker te maken dan ze al zijn. Ja, kijk, uiteindelijk is het toch een soort non-discussie. Ik kan hier echt gaan zitten als digitaal beveiligingsbedrijf. Ja, je moet nooit betalen. Je moet in een situatie komen dat je een keuze hebt. Heel eerlijk, Pim, ik ken NordWave, die komen bij familiebedrijven, Remy. Die één keuze hebben, als je niet betaalt, is heel je familiebedrijf naar de knoppen. 120 jaar geschiedenis. En dan is het gewoon opdoeken. Natuurlijk is het een probleem. Je betaalt ze om Pim wellicht. Je betaalt ze om volgende keer terug te komen met grotere wapens. Dus we moeten er alles aan doen dat bedrijven niet in die situatie komen. Daar kan security testen bij helpen. Maar het zeggen wel of niet betalen, dat hangt echt van de situatie af. En ik kan me voorstellen dat het gebeurt. Maar ja, ik wil het natuurlijk niet. En ik vind het natuurlijk ook moeilijk om... Ja, NordWave helpt daarbij. Maar ja, soms moet dat om een bedrijf te redden. Sanne, we horen veel over Rusland. Waarom is juist Rusland zo'n geduchte tegenstander? Ja, ze zijn ontzettend goed in wat ze doen. Ze hebben ontzettend goede werkwijze. En ze kunnen ook ontzettend veel bewerkstelligen. De impact is groot. Ja, ja, merk je dat ook? Ja, nou, en wat wel meespeelt is dat uiteindelijk de Russische criminelen niks in de weg wordt gelegd vanuit de Russische overheid. Hè. Dus ze hebben echt het is bijna een soort vrijstaat. Als je geen Russische targets aanvalt, geen Russische slachtoffers maakt, dan zal de overheid daar niks aan doen. En dat betekent dat de pakkans dus nul is. Ja, dat is vaak wel een onderdeel om te stoppen met hetgeen wat je doet. Weet je dat vaak als onderhandelaar, als je die onderhandelingen ingaat, waar die hackers vandaan komen? Of is het maar de vraag? Nou, je weet natuurlijk nooit 100% zeker. Wat we wel weten is dat de grote groepen die bijvoorbeeld met die gijzelsoftware bezig zijn, altijd uit de omgeving van Rusland komen. Het filmpje laat het net ook wel zien. Dus dan weet je vrij goed waar ze vandaan komen. En uiteindelijk kun je ook wel op basis van taal en gesprekken die je voert, krijg je wel een idee waar ze vandaan komen. Of tijdzones bijvoorbeeld, wanneer ze online zijn, is ook een hele goede. Ja, dat helpt inderdaad ook om dat te kunnen bepalen. Ja.
Dave, afgelopen week was er een hack of een hackpoging van een energiebedrijf in Oekraïne. ISET heeft daar een goede rol bij gespeeld om dat te voorkomen. Hoe is dat gegaan? Nou, wij zijn gevraagd om te helpen vrijdag 8 april om deze aanval te onderzoeken met name. We hebben ervaring in 2016 hebben wij ook al een computervirus ontdekt wat daadwerkelijk een energiecentrale aan of uit kan zetten. Nou, wat nu blijkt is dat dat wapen opnieuw is ingezet. Dat zegt ook een hoop dat de Russische Federatie onder andere dit wapen onderhouden heeft de komende jaren. En ze dus daadwerkelijk wel de stroom aan of uit kunnen zetten. Dus we hebben toch gedacht van, nou, kunnen ze dit wel of niet? We hebben deze aanval onderzocht en er wordt nu gelukkig ook in Nederland, ik heb begrepen vandaag dat er ook kamervragen gesteld zijn door Queenie Rakowski om te vragen van, ja, hoe zit dit in Nederland? Hoe zit het daarbij? En ja, we moeten dus niet onderschatten wat, denk ik, Sanne ook al terecht zegt, welke capaciteiten er zijn. Ja, nou, Queenie Rakowski is volgende week ook te gast als expert in de studio van Cybersessies. We gaan er nu even tussenuit voor de reclame en na de pauze gaan we langs bij Daan Keuper. Hij laat ons zien hoe ongelooflijk makkelijk het is om systemen van bedrijven te hacken. Tot zometeen. Welkom terug bij Cybersessies met Pim Takkenberg, Sanne Maasakkers en Dave Maasland. In Cybersessies gaan we op bezoek bij bekende organisaties om te zien hoe zij zich wapenen tegen cyberaanvallen. Deze keer zien we het door de ogen van de aanvaller zelf. Ethisch hacker Daan Keuper van Computest laat zien hoe eenvoudig het is om bedrijfssystemen te hacken. Een reportage van Suzanne Blonk. Ik zou mezelf omschrijven als ethisch hacker. We proberen binnen te komen op systemen om te kijken waar de zwakheden zitten. Om te hopen zo het systeem veiliger te maken. Ja, de meeste van je vriendjes die gaan videospelletjes doen. En daar was ik gewoon niet heel goed in. Maar ik wou wel heel graag weten hoe dat dan werkt. En ja, ik vond die hele wereld van security vond ik interessant. Dat was een beetje iets magisch vanuit films of series. Nu kan ik een redelijk potje hacken, ja. Ja, we worden benaderd door klanten die de dreiging zien van buitenaf. Hè. Je hoort ransomware, komt dagelijks een beetje in het nieuws. En die klanten willen heel graag weten van hoe zit het dan met de veiligheid van mijn systemen en hoe makkelijk komen aanvallers hier binnen. En dat doen we door eigenlijk het bedrijf zelf dan te hacken. Dan schrijven we dan een mooi rapport over. Van, ja, op deze en deze manier kunnen we binnenkomen en hier zitten de zwakke plekken. En dat gebruiken klanten dan om vervolgens zichzelf beter te bewapenen tegen echte aanvallen. Als we kijken naar wat echte criminelen doen, ja, die gebruiken eigenlijk allemaal nog lagen met fruit. Dat lukt ze ook, omdat op het internet kunt net zo goed 10.000 bedrijven tegelijkertijd aanvallen in plaats van eentje. En als je 10.000 bedrijven tegelijkertijd gaat aanvallen, dan is er altijd wel eentje waar je op de meest makkelijke manier binnenkomt. Het kan heel makkelijk zijn. Het is niet altijd zo, maar het is vaak wel te makkelijk bij de meeste bedrijven. Ik heb een filmpje van waarbij ik het eigenlijk laat zien hoe je binnen kan komen bij een bedrijf. Dat doe ik eigenlijk door het combineren van publieke informatie. Ik download allereerst zo'n lijst met gelekte wachtwoorden. Vervolgens gebruik ik een zoekmachine systemen te zoeken die online staan en bij een bepaalde organisatie toebehoren. In dit geval bij deze organisatie is er één systeem die publiek beschikbaar is. En eigenlijk ga ik nu deze twee stuk informatie combineren. Je ziet dat met 10 seconden heeft hij dat doorzocht en heeft hij iets van 180 accountgegevens gevonden die aan dat bedrijf toebehoren. En vervolgens gebruiken we gewoon een ander gratis tooltje om te zeggen, joh, die 180 gegevens, probeer die eens een keertje tegen dit systeem aan. En dat duurt 3 seconden of zoiets. En dan heeft hij al een account gevonden. In dit geval heeft John het wachtwoord Apple Pie. En dat werkt blijkbaar op dit systeem. Dus dat kunnen we, dat kunnen we ook direct even proberen. Op dat moment zijn we eigenlijk al binnen. We kunnen ook zien op zijn bureaublad dat hij daar een vertrouwelijk rapport heeft staan. Ja, de volgende stap voor een aanvaller is nu om ransomware te installeren. Dan zie je direct dat de gebruiker moet gaan betalen met een mooie timer over hoeveel tijd hij nog heeft om te betalen, om een beetje druk te zetten natuurlijk. En als je datzelfde rapport nu laat zien, kun je zien dat het inderdaad versleuteld is.
Ik vind niet dat je dit John kan aanrekenen. Ik denk dat als organisatie moet je bekend zijn met dit risico en moet je daar zorgen dat je daar maatregelen op neemt. Wat je bijvoorbeeld in dit geval had kunnen verbeteren is, je kunt je überhaupt afvragen of het systeem wat we vonden, of dat überhaupt wel publiekelijk toegankelijk had moeten zijn. Ik kan me voorstellen dat dat misschien een misconfiguratie was van de systeembeheerder en dat het systeem überhaupt eigenlijk niet via het internet toegankelijk zou moeten zijn. Nou, daar zou je periodiek op kunnen monitoren of op kunnen scannen om te kijken of je misschien onbedoeld systemen aan het internet hebt hangen. Maar iets anders wat je zou kunnen doen is two-factor authenticatie inschakelen. Dus dat een enkel een gebruikzaam wachtwoordcombinatie niet voldoende is om toegang te krijgen, maar dat je er inderdaad bijvoorbeeld nog zo'n token of zo'n code moet overtypen om daadwerkelijk toegang te krijgen. Dus je kunt dat soort maatregelen kun je aan denken en die hadden dat in dit geval voorkomen. Sanne, je hebt de achtergrond als ethisch hacker, al noem je het zelf liever gewoon hacker. Zijn deze tactieken die we zojuist zagen herkenbaar? Ja, dit soort dingen komen nog steeds voor. Dus dat zijn zeker de tactieken die we nog steeds zien. Is het echt zo makkelijk? Ja, in sommige gevallen is het echt zo makkelijk. Ja. Maar ja, mensen zijn er meestal niet van bewust dat dit zomaar aan het internet hangt, zoals ook in het filmpje wordt gezegd. En ja, als je niet weet wat er allemaal aan het internet hangt, weet je dus eigenlijk ook niet dat dit zo'n grote dreiging kan zijn. Wat voor apparaten zijn groot gevaar voor je organisatie? Dat kan echt van alles zijn. Bijna alles met een stekker wat aan het internet kan hangen, zou een gevaar kunnen zijn in theorie. Maar wat je wel het meeste ziet, zeg maar, is mensen die van thuis weer inloggen in de bedrijfsomgeving. En dan bijvoorbeeld als je je wachtwoord moet wijzigen iedere 3 maanden, zie je dat heel veel mensen dan bijvoorbeeld de jaargetijden nemen met een jaartal en dan uiteindelijk een uitroepteken. Nou, en dat is makkelijk om te blijven onthouden als je dat moet wisselen. Maar ja, dat weten hackers natuurlijk ook. En daardoor kunnen ze eigenlijk heel makkelijk dit raden. Ja, studio zomer 2021 en dan wordt studio zomer 2022. Precies, bijvoorbeeld, ja. Ja. Zijn de tactieken van ethische hackers gelijk aan die van criminele hackers? Of zit daar nog een verschil in? Gaan criminele hackers verder? Nou, in de basis zijn ze natuurlijk hetzelfde, omdat je zo realistisch mogelijk wilt testen of je kwetsbaar bent. En je wil je beschermen tegen de foute hackers, tegen de niet-ethische criminele hackers. Dus wil je dat ook zo goed mogelijk nadoen. Wat wel het verschil is, is dat je ethische hackers vaak met een organisatie afspraken maken over, oké, wat is nu het doel wat je wil bereiken en wat moet je nu vooral niet doen? Wat zijn de kwetsbare systemen waar je even bij weg moet blijven, omdat dat meteen impact heeft? Ja, criminelen hebben natuurlijk geen enkele grens en die hoeven zich nergens aan te houden en die gaan hun goddelijke gang. Ja, daarom spelen security-onderzoekers ook zo'n goede rol hierin. Want die doen constant onderzoek dus naar die werkwijze van criminele hackers, zodat wij dat ook gelijk morgen in het werk van hackers terug kunnen zien. Ja, misschien moeten we ook, Remy, die magie een beetje weghalen van, ja, we lopen altijd een stap achter. Het is een kat-en-muisspel. Op zich denk ik met de mensen die hier aan tafel zitten, deze technieken zijn in de basis al 10, 15 jaar hetzelfde, wat die aanvallers doen. Dus daartegen verdedigen, ook door gewoon het bij je bedrijf eens een keer te laten testen, dat hoeft één niet per se heel duur te zijn. En het is ook gewoon heel nuttig, want ze veranderen niet zomaar. Een inbreker komt of door de voordeur of het raam aan de zijkant. Dat ze misschien een nieuw apparaatje om het glas door te snijden, ja. Maar ze komen nog steeds daar binnen. Sanne, ik kan me voorstellen dat heel veel ondernemers denken, ja, ik moet hier dus iets mee. Misschien moet ik iets met ethische hackers. Misschien moet ik security tests gaan doen, audits. Of moet ik een soort crisissituatie simuleren. Maar ja, grote bedrijven hebben dan security specialisten in dienst. Maar MKB'ers hebben dat vaak niet. Wie moet bij MKB-bedrijven dat initiëren? Wie moet daar het voortouw in nemen, denk je? Nou ja, security is een feestje voor iedereen en niet alleen voor de IT'ers. Dus het is iets wat je met z'n allen moet bepalen. En ook daarbij moet je gaan kijken wat je precies wil gaan doen. Je noemt net bijvoorbeeld een grote crisissimulatie. Nou, dat is voor MKB'ers misschien nog helemaal niet het station waar ze willen starten. Begin eerst eens rustig. Begin bijvoorbeeld met een training voor de IT'ers, een test op de systemen. Neem de directie een keer mee om te kijken hoe zij hier een aandeel in kunnen hebben. En bouw dat dan uiteindelijk op naar bijvoorbeeld zo'n crisissimulatie of bijvoorbeeld een red team. Een red team is een test waarbij je dus die werkwijze van kwaadaardige hackers gebruikt om te kijken hoe weerbaar een organisatie is. En dan test je niet alleen de kwetsbaarheden, maar dan ga je ook kijken hoe reageert die organisatie daar dan op. Kunnen zij ook op het juiste moment bijvoorbeeld de aanval stoppen of de aanvaller eruit werken. Maar misschien moet de IT'er het ook juist niet initiëren. Uiteindelijk kun je zeggen, het risico is malware. Nee, het risico is dat je bedrijf stilstaat. Exact. Dat je bedrijf een digitale hartstilstand krijgt. Die ondernemer, de raad van bestuur, die moet zeggen, hey, het risico dat ons bedrijf stilvalt, dat willen we minimaliseren. Dus misschien moeten, misschien dan, zie jij dat ook wel. Nou ja, dat, en dan wordt het ook wel weer een makkelijk verhaal, omdat uiteindelijk die ondernemer gewend is om in risico's te denken. Ja. Dus als het gaat over brand of als het gaat over een economische recessie, dan weet hij allemaal vrij goed wat hij zou moeten doen.
En eigenlijk is digitaal hetzelfde. Als je beseft dat je bedrijfsvoering afhankelijk is van IT, infrastructuur en data, dat dat het grootste goed is. En als dat het niet meer doet, nou, daar moet je over nadenken. Dus hè, welke risico's dat oplevert en wat je dan bereid bent om daaraan te doen. En dat geeft je denk ik ook wat kompas om in de juiste volgorde de dingen te doen. Wekelijks sluit het programma af met een aantal concrete tips. Hoe wapen je jezelf, je vrienden, familie en bedrijf tegen oplichters en criminele hackers? Dave, je hebt een aantal praktische tips meegenomen. Ja. Als je als organisatie in zee wil gaan met ethische hackers, waar je dan op moet letten? Ja, nou, laten we gewoon starten. Waarom wil je testen? Wil je laten zien dat jouw software veilig is om meer klanten binnen te halen? Of wil je echt weten wat het risico intern is? Die waarom? Maak ook tijd vrij om op te lossen wat daaruit komt. Dan komt een rapport uit met aanbevelingen. Die vind ik heel erg belangrijk. En vervolgens is het denk ik ook belangrijk om te zeggen, ja, wat wil ik precies getest hebben? Zo'n test is niet zonder risico's. Dat is ook een bepaalde tip. Sta klaar als er iets misgaat. Maar zeg, geef heel duidelijk aan, dit wil ik getest hebben en dit wil ik niet getest hebben. We hadden het er ook even kort over. Kijk bij Cyberveilig Nederland. Daar zitten de partijen bij die dit vaker doen, die goed weten hoe of wat. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Begin bij die waarom, plan die tijd in en zorg dat je het serieus aanpakt. Dan hoeft het niet duur te zijn, Remy. En dan kan het ook echt en maak het een proces. Hè. Dus doe dat ook vaker. Vraag af en toe een voorbeeldrapportage. En dan kan je denk ik een heel eind komen als bedrijf om het goed in te zetten. Ja, Pim, hoe weet je of een ethisch hacker het juist met je voor heeft? Dat niet straks al je data op het dark web belandt? Ja. Nou, dat merk je denk ik vrij snel. Bedrijven als wij helpen, dan maak je natuurlijk gewoon afspraken over. Heb je gewoon een contract, dus dan is dat allemaal heel helder. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg hackers die proberen de wereld wat beter te maken. Die zullen zich keurig bij je melden en die zullen zich houden aan een aantal afspraken die er ook gewoon zijn. Dat heet responsible disclosure. En er zijn gewoon richtlijnen voor hoe je dat kunt melden, hoe ver je mag gaan, et cetera, et cetera. Dus ja, ga gewoon in gesprek met die aanvaller en dan weet je heel goed, of die hacker, en dan weet je heel goed wat er aan de hand is. Ja, Sanne, het NCC deelt ook heel veel praktische tips. Directeur Hans de Vries was 2 weken terug nog onze gast. Jullie hebben een aantal basisregels of een aantal basisadviezen, ook voor ondernemers. Maar nog steeds volgt niet iedereen die op. Frustreert je dat als cybersecurity professional? Nou, aan de ene kant wel, maar ik kan ook voorstellen dat het een uitdaging is voor ondernemers of voor organisaties om daar ook aan te voldoen. Soms is het zo groot en hebben ze het bijvoorbeeld op de roadmap of op de planning staan om dat aankomend jaar te gaan doen. Omdat ze echt wel met meer dingen te maken hebben dan alleen dat ene stukje. En ja, dan kan je net zien dat daar misbruik van wordt gemaakt voordat. Het frustrerende is, vind ik heel vaak, omdat je weet wat het effect kan zijn als het echt misgaat en hoeveel impact dat heeft. En dat gun je helemaal niemand. Dus niet frustrerend dat mensen zich er niet aan houden, denk ik. Maar vooral omdat je weet wat de impact is. Dus het komt echt met een reden ergens vandaan. Maar daarom is zo'n test ook zo belangrijk om dus te laten zien van als ik hier klik of als ik dit doe, dan ligt heel je bedrijf plat. Exact. Dave, allerlaatste tip voor de kijker om zich gewoon morgen iets beter te beveiligen? Elke ondernemer, elke business professional in Nederland moet zich afvragen, moeten wij niet zo'n security test doen? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom doen we hem niet? Ik denk dat dat een belangrijke vraag is die iedereen zich zou moeten stellen. Nou, dat is een mooie afsluiter. Dat was hem ook alweer. Dankjewel, Dave, Pim, Sanne, voor het delen van jullie kennis in deze aflevering van Cybersessies. Wil je de aflevering terugkijken of wil je de tips delen met collega's? De aflevering wordt herhaald op maandag en woensdag, maar is ook te vinden op rtl.nl en Videoland. Volgende week vrijdag zijn we terug. En dan kijken we naar digitale veiligheid door de ogen van de politiek. Hou je veilig en tot dan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door EZ Digital Security. Progress Protected.